In deze opleiding ga ik jullie uitleggen hoe dat, de inbox nu precies werkt. Jullie hebben misschien gemerkt dat we recent hebben aangepast dat de inbox nu jullie startpagina is. Dus als je inlogt op je Resingo of Resingo opent, ga je altijd op de inbox komen, dit scherm hier. En dus eigenlijk via het linkse grijze balk kan je dat vinden. Via dit icoontje hier kan je eigenlijk je inbox openen, waar je dan ook je zaken gaat kunnen beheren, bepaalde zaken gaat kunnen beheren. Dus wat is het doel van de inbox eigenlijk? De inbox, daar hebben we als doel voor om al je bepaalde nieuwigheden in het systeem eigenlijk te gaan bundelen, waar dat we dan die gaan mooi kunnen gaan bekijken. Dus we hebben dat onderverdeeld in drie verschillende factoren. Dus de inbox zelf, daar gaan we eigenlijk alle communicatie, alle inkomende communicatie die jullie nog moeten behandelen, gaan groeperen. We zien dat ook die nummertjes daarnaast zijn eigenlijk het aantal berichten die nieuw zijn en vooral die nog te behandelen zijn. Ik ga daar later wat meer over vertellen. De verschillende nieuwe reserveringen, de nieuwe afspraken die binnen zijn gekomen, de nieuwe de wijzigingen die doorgevoerd zijn geweest en de annuleringen, kunt je hier opvolgen. En ook als jullie werken met online betalingen, de orders, dat kunnen bijvoorbeeld cadeaubonnen zijn, maar ook als jullie werken met het online betalen van een afspraak bijvoorbeeld, komen ook al die orders hierin terecht. We hebben ook nog de mogelijkheid om te gaan zoeken naar een bepaalde afspraak of ook om een nieuwe reservering te gaan toevoegen. En tenslotte hebben we hier ook nog een vraagtekentje rechts van onder. Kan je ook altijd opklikken om bepaalde handleidingsjes te gaan bekijken. We gaan beginnen met de uitleg over de inbox deeltje zelf. Dus hier gaan we eigenlijk alle nieuwe communicatie die binnen is gekomen in Resingo groeperen. En kan je die gaan bekijken. Zo hebben we bijvoorbeeld de verschillende vragen die bij reserveringen gezet zijn. Dus we zien hier nu dat deze persoon een vraag heeft gesteld. Je kan daaraan opklikken en je kan daar dan ook direct een antwoordje op geven. En dus de bedoeling is, wanneer mensen een afspraak maken, oftewel dat het kan zijn dat dat niet aanstaat, maar bij de meeste wel, kunnen mensen ook een opmerking plaatsen bij die afspraak. En die opmerking kan dan bekeken worden hier en ook beantwoord worden hier direct. Dus je kan hier een antwoordje geven. Wat ook nog heel handig is, zijn hier die standaard antwoordjes. Dus we hebben hier al een paar standaard antwoordjes. Als je daar dan op klikt, ga je eigenlijk hier een standaard berichtje direct getypt te zien krijgen. Dat zorgt er ook voor dat je uniforme antwoorden kunt geven, dat je tijdsbesparing kan voor zorgen dat je zo snel een antwoordje kunt geven. Die kan je toevoegen, die standaard berichtjes, door op toevoegen te klikken hier. En dan kan je hier op record toevoegen om zo een omschrijving en een boodschap te gaan toevoegen in de verschillende talen, om zo eigenlijk heel snel een antwoordje te geven op die berichten die binnenkomen. Als we dan op versturen gaan klikken, gaat die persoon een mailtje krijgen. Die gaat dan ook uit de inbox verwijderd worden, die vraag, want die is nu behandeld en de inbox gaat enkel de zaken tonen die je nog moet gaan behandelen. We hebben hier nog berichten. Berichten zijn eigenlijk de zaken die binnenkomen via jullie pagina op resingo.com. Want op die pagina ga je eigenlijk van onder ook nog de mogelijkheid hebben om een vraag te stellen. Binnenkort ga je ook in onze Resingo widget, dus de floating widget, ook nog de mogelijkheid hebben om een vraag te stellen. Dus dat is eigenlijk niet als een reservering gemaakt wordt, maar gewoon een vraag richting jullie die gesteld kan worden. Dus de bedoeling is dat alle communicatie gebundeld wordt, dat je niet nog mails gaat krijgen, dat je niet reserveringsmails gaat krijgen, maar alles gebundeld wordt in die inbox hier, als ook de vragen die klanten kunnen hebben, die ze normaal via mail zouden sturen bijvoorbeeld, gaan ze dan via die ask a question, dus via de Resingo pagina of via jullie Resingo widget sturen. En die kunnen jullie hier dan ook gaan bekijken en beantwoorden. Gewoon er even op klikken. En dan heb je de mogelijkheid om die weer te gaan beantwoorden. Je kan ook een standaard communicatie hier toevoegen, zodat je daar ook heel snel op bepaalde standaardvragen kunt gaan antwoorden. En je kunt via dat plusje hier rechts van boven ook rechtstreeks een nieuwe reservering gaan toevoegen of gaan zoeken naar een bepaalde reservering. Dus deze persoon vraagt bijvoorbeeld voor te reserveren voor twee personen. Je kan dan gewoon op dat plusje klikken rechts van boven om dan zo ook direct een reservering aan te maken. Een antwoordje te sturen dat die reservering is toegevoegd. En voilà, dan is dat direct allemaal in orde. De verschillende feedbacks worden hier ook gebundeld. Dus de feedbacks die mensen sturen na het maken, na het bezoek aan jullie zaak, kunnen ze een feedback achterlaten. Die komt ook hier te staan. Via deze weg kan je die dan ook direct gaan beantwoorden. En bepaalde meldingen, dat zijn algemene meldingen. Bijvoorbeeld, deze melding gaat dan over een online betaling die gebeurd is, maar de bankrekeningnummer is niet ingevuld. Natuurlijk heel belangrijk. Die kun je dan hier zien. Oké, dat moeten we nog even gaan doen. En dat ook zo gaan uitvoeren aan de hand van de uitleg hier. Vervolgens hebben we hier ook nog verschillende reserveringen die binnen zijn gekomen. We hebben de nieuwe reserveringen, de wijzigingen. En we zien hier nu wat er precies gewijzigd is geweest. De annuleringen zien we hier binnenkomen. Je kan ook altijd klikken op die reservering
om die te gaan bijwerken hier. En er is nu een restaurantreservering, maar voor jullie gaat het eigenlijk exact hetzelfde eruit zien hier bij die reserveringen van een sauna of een lied andere zaken. Dan hebben we hier nog de orders. Via de orders kan je ook nog de verschillende orders gaan raadplegen. Je kan daar opnieuw op gaan klikken om de details van die orders te zien. Dit is bijvoorbeeld eentje van een cadeaubon. En die kan je hier dan ook gaan afprinten. De mailtje opnieuw gaan sturen. De kastticketje gaan afdrukken. Ook allemaal mogelijk via deze weg. Je hebt hier bij jullie rechts van boven gaan jullie ook nog dat plusje hebben hier en deze icoontjes. Waar je dan eigenlijk rechtstreeks jullie kalender gaat kunnen te zien krijgen. Dus via deze weg kan je ook je kalendertje zien en ook hier reserveringen gaan toevoegen of gaan raadplegen hoe de planning er precies uit gaat zien van die specifieke dag. En je kan hier ook gaan zoeken naar een specifieke reservering of afspraak door gewoon de naam te gaan intippen. En dan krijg je eigenlijk alle reserveringen te zien met die achternaam. Momenteel is er geen daarvoor. Vraagtekentje rechts van onder. Heb je nog vragen over die inbox? Kan je hier ook altijd op klikken om bepaalde zaken te gaan raadplegen. Bijvoorbeeld alle standaard zaken, alle standaard FAQ's over deze, over dit scherm hier. Dus over de inbox kan je hier terugvinden. Dit vraagtekentje vind je trouwens op meerdere pagina's terecht. Terug waar je dan ook rechtstreeks die gaat kunnen raadplegen hier. Voilà, dat was een beetje de uitleg over de inbox. Als je daar nog vragen over hebt, laat ze even weten via de chat of ik kan je unmuten en dan beantwoord ik ze graag.